Hallo kijkers van de Brave Boys, mijn naam is Corneel van de serie Corneel neemt over. En ik ga vandaag Clash Royale spelen. Jullie vragen jullie waarschijnlijk af waarom ik in de vakantie niet heb geüpload op zondag. Wel ja, wat denk je? Vakantie, ja. Dan neem je de tijd om te ontspannen. En dat heb ik gedaan, dus ik had geen tijd om op te nemen. Voor als er een paar niet weten dat dit weekend misschien niet zal geüpload worden door Bravey Boy Bram. Want hij zit in Disneyland Parijs. Ja. Ja. Dus, we gaan vandaag Clash Royale spelen. Ik ben net level 9 geworden. Dit wordt een nieuwe serie. En als jullie heel graag willen dat ik een nieuwe account maak, die ik dan de Bravey Boys zou kunnen noemen, dan moeten jullie dat zeker in de comments achterlaten. Maar ik denk dat we even gaan spelen. Dit is mijn deck. Ik heb hier nog een paar andere gemaakt. Maar dit is momenteel mijn hoofddeck. Sowieso zijn er een paar van jullie die dit ook spelen en veel beter zijn dan mij. Mijn naam is Corneef en ik land Dutch Master. En ja, ik weet het, onze kist is laag. Maar we doneren wel veel. En ja, dat zijn uitdagingen dan. En ik heb geen vrienden. Ja. We gaan even een potje spelen dan maar. Ik zal anders even het geluid uitzetten. We moeten tegen een Chinees of zo? Een Thai? Ja. Veel succes. Duimpjes omhoog. Een laverhond. Hopelijk doet hij niet. Altijd weerstaan. Ik kan het niet weerstaan, maar toch doe ik het niet. Ik heb lightning voor als iemand, voor als hij er misschien iets bij plaatst. Maar tegen Lavand heb ik redelijk nog wel een dek. Oh, hoge vuurbal. Ha, daar zat ik op te wachten. Hup. Och, die prinses. Ja, kan ik. Furnace hoog. Spring, spring. Ja, die prinses is dood. En de rode skelet. Oh, hij is dom. De tovenaar. Ha. Oh ja, te laat. Moet ik even wachten. In deze video zal ik waarschijnlijk tonen hoe dat je een goed deck kan maken. Ja, niet dat ik zelf zo goed ben, maar voor degenen die dit gaan spelen, kunnen dat dan misschien gebruiken? Ja. Ja, sowieso niet, ben noob. Maar, ja. Ik heb ook nog maar één legendary. En dat is, ja, de Inferno Draak. Er zijn veel betere legendaries, maar ik ben tevreden met wat ik heb gekregen. Ik heb er tenslotte maar één, dus. En ja, dan kan ik deze hier plaatsen. Niet zo ver. En deze. Ik heb lightning klaar. Maar lightning kan 3 doelwitten raken. Dus ik vind het. Ja, oké, ik doe het toch. Tovenaar is een irritante kaart. Oké, nu gaan we diep. Of dun. Of laag. Oh, net op tijd. Ik denk, ja, we staan tamelijk achter. Voor als je het nog niet gezien zou hebben. Trouwens, op mijn school is het de hype om met een kubus te kubussen, ja. Als dat ook op jullie school is, zeg dat dan zeker in de comments. Dat wil ik wel weten eigenlijk.
Doch, waarom ze niet per se dood zijn? Oké, dan gaan we vol naar de andere kant. Joel. Ma. Reuzenskeletten zijn irritant om tegen te spelen, daarom gebruik ik er ook zelf een. Lekker mensen pesten. Ja, dat ga ik niet doen. Oh, één hit toch? Die tovenaar gaat veel doen. Verder draai ik andere kant. Nu moet ik heel het pushen. Zodat hij zijn lavahond niet kan gebruiken. En nu tanken. Hij gaat zijn prinses willen gebruiken. Oké, we hebben het nog gelijk stand kunnen houden. Mooi. Even kijken. Nice. Ik was waarschijnlijk verloren. Maar ja. Niet dus. Ik ga nu even tips geven over een deck. Ik zal er ook even zelf eentje maken, zodat je kan zien hoe je dat kan doen. Altijd heb je. Oh, nee, ik heb geen zin om te spelen. Of nee, wacht, ik ga toch meedoen. Kunnen we toch nog een keer een clan battle doen? Ik zal het daarna wel uitleggen. Clan battle is leuk om een random deck te proberen te doen. En je moet zeker eens proberen, maar echt 100% proberen als je dit spel ook hebt en je zit in een clan. 3 muskies, als je die hebt. Nou, doe jij de rechterkant, ik doe de linkerkant. Zelfde verdediging. Nee. Skeletleger tegen skeletleger. Die koboldenton heeft. Oh. Die woede is verprutst. Nee. Dat is het probleem. Dat als je niet kan spreken tijdens zo'n battle, is het echt irritant. Je gaat sowieso over verdedigen. Als jij die kant verdedigt, verdedig ik deze kant. Oververdedigd sowieso. Oh. Oh, alsjeblieft. Nu moet je iets hebben. Rip. Ja, ik ga het laten. Nee, wacht. Zou die nog kunnen raken? Nope. Fully fail. Zo sterk is een minion horde, dus. Pijlen klaar. Zo, niet te scheef. Ridder hier, varkensruiter daar. Ah, die toren is bijna mee. Oké, dan doe ik hier kobbelton om de druk hoog te zetten. Ja, mooi. Hakken. Nu moeten wij de elite barbaren gebruiken. Oh, ja, verdedigen. Skelet leggen, mooi. Nee, die. Spring. Huh, oververdedigd. Geen vuurbal doen. Oké, thanks. Maar wat? Ah, oh, sadness. Ik heb toch kobbelton, dus. Eén tikje? Ja, mooi. Elite barbaren. Ik gok, hè. Ik doe zo'n heel kleine, inimini gok. Ah, nee, toch niet. We gaan winnen. Hoop ik. Ja. Nice. GG, well played. Nee, wat? Lol, ik heb het in Nederland staan. Oké. Dus. Goed gespeeld. Maar dus. Even een deck maken. Altijd. Nou, dat is toch mijn tactiek. Altijd een gebouwen kaart doen.
Dus bijvoorbeeld varkensrater of zo, of reus. Eentje, je moet altijd eentje hebben die gebouwen focust. Kobbeldeton, die laat ik er even in. Dat is zeer handig. Oven is ook echt een zeer goede kaart. Pijlen, je moet altijd één kracht hebben. Oh, ik zie dat mijn batterij bijna plat is. Ik ga deze video moeten afsluiten. Dag. En als je het leuk vond, laat dan een duimpje omhoog.